vooral met de jeugd van tegenwoordig, ik denk dat ze niet heel veel boeit of het nou rookvrij of niet is. De gemeente Tilburg heeft toegezegd om meer te gaan doen om mensen te laten stoppen met roken en de kans op nieuwe rokers te verkleinen. Dat willen ze bijvoorbeeld doen door meer rookvrije zones te creëren. Het roken wordt zo ontmoedigd, maar niet bestraft. Wat vinden de Tilburgers van de anti-rookmaatregelen? Zoveel mogelijk rookvrij bij sportverenigingen, scholen, ziekenhuizen, openbaar, ben ik voor. Heel de tabak eruit gehaald wordt, alles. Dat het niks meer verkocht wordt, dat iedereen echt rookvrij wordt. Ik vind dat een goed voorbeeld geven, is een goede zin. Ik weet hoe de jeugd is, zeg maar. Als iets verboden wordt, dan wordt het ook aantrekkelijker om te doen. Dat is een goed idee, alleen of het werkt, is natuurlijk de tweede. Ik vind dat ze het zo min mogelijk moeten kunnen stimuleren. Sowieso voor het afval wat allemaal, al die peuken die overal liggen. Dus ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Ik zou zeggen, doe het bij een paar plekjes waarvan je denkt van, oh, dit is mooi, hier komen veel mensen. Gaat dat helpen? In pretparken snap ik dat. Maar gaat dat ook in een centrum helpen? Ja, jaag je dan niet mensen weg? Ik denk dat het schadelijk is voor de gezondheid. En ik kan me voorstellen dat mensen die willen roken daar wel plekken voor hebben. Ik denk als de jeugd niet in de verleiding komt tot het voorbeeldgedrag van ouderen die graag een sigaretje roken, dan is dat een goed voorbeeld. Er zijn natuurlijk al heel veel openbare ruimtes waar je niet mag roken. Dus volgens mij kunnen mensen zich ook wel aan de regels houden zonder te straffen. De eerste keer een waarschuwing en na de tweede keer als ze de tweede keer weer pakken, dan gelijk een zware geldboete erop. Ik denk inderdaad dat als je het zo zegt, zo van het is een rookvrije zone qua in van die bordjes, weet je wel. Dan is het misschien wel qua bewustwording goed. Ik denk dat we belangrijke dingen hebben om te handhaven dan iemand op te wijzen dat je ergens een sigaretje rookt waar het niet mag. Maar als je het niet handhaaft, dan, ja, dan zal het misschien ook niet niks teweeg brengen, zeg maar. Kan ook doorslaan. De gemeente is verantwoordelijk voor hoe het welzijn gaat in de gemeente. En zeker ook omdat dit openbare gebouwen en ruimtes betreft. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Zodra de gemeente begint met het zeg maar neutraal benaderen, denk ik dat ouders daarin snel ook meegaan. Omdat die zeg maar nog een stapje hoger staan dan de ouders. Sowieso voor de gezondheid, voor de gemeenschap, voor alles, voor de jeugd. Ja, zeker wel. Als de gemeente of de overheid het niet doet, dan zal er niks gebeuren. Want het is wel hun taak om daar wat aan te doen. Het is beter als ze gewoon allemaal niet roken, maar dat is moeilijk. Dat gaat, denk ik, kom je er niet meer uit, denk ik. De gemeente is, ja, wie zou dat anders moeten doen? Niet wij.